Volop sfeer op de tribunes in het Janmarstadion rondom de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Telstar. In alle opzichten was het een mooie avond voor Almere City FC. Ja, het zat helemaal vol het vak daar en ze gaven veel steun. Des te lekker is het om, om dat te spelen natuurlijk. Nou ja, er is ook een supportersdiner geweest en volgens mij is dat ook een geslaagde avond. Dus nou ja, met 3 punten in de pocket alleen maar mooi. De supporters vormden letterlijk onze 12e man. En dat zij een leuke avond beleefden is heel belangrijk, zo stelt trainer Jack de Gier. Ja, nou ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Hè? Want je komt inderdaad in de eindfase terecht. En natuurlijk altijd een lange weg te gaan richting die laatste fase van de competitie. En nou ja, daarin hebben we de benodigde aantal punten gehaald. En hebben we ook spel laten zien waarbij we nou ja, toch wat meer publiek naar het stadion kunnen trekken. En dat is natuurlijk altijd een mooi compliment voor je ploeg. Tegen Telstar was het Lars Nieuwpoort die de score opende. En dat deed hij met dit doelpunt. Zijn eerste treffer van het seizoen. Van het seizoen wel, ja. Mijn derde in mijn carrière. En ik hoop dat er nog een paar bij komen. Ik zag je op een gegeven moment juichen met je vingers in de lucht. Had het nog een speciale betekenis? Nee, ik score niet zo vaak, dus ik weet niet heel goed wat ik moet doen. Maar ja, ik weet niet waarom ik het deed. Alles kwam er gewoon even uit. Ja, precies. Uiteindelijk werd het ook nog 2-0 door deze fraaie goal van Soufiane Ahanach. Aanstaande vrijdag staat de lastige uitwedstrijd tegen VVV Venlo alweer op de rol. Een duel waar de Gier en Nieuwpoort enorm naar uitkijken. Nou ja, kijk, VVV staat niet voor niks bovenaan en is een fysiek sterke ploeg. Is een goede ploeg en natuurlijk een aantal jaren naar dit moment gewerkt. Hè. Zoals Stijn zegt zelf 3 jaar en 2 keer verloren nu op rij natuurlijk. Dordrecht en NAC thuis met 0-4. Dus ja, wij kunnen ons voorbereiden op een tegenstander die in ieder geval gebrand is om weer eigen publiek te laten zien dat ze terecht bovenaan staan. Ik denk dat het wel een spektakel wordt. Ze hebben natuurlijk de laatste 2 wedstrijden verloren. Dus ja, als we ze kunnen pakken, dan is het nu, denk ik. En ja, we gaan er alles aan doen om dat te laten gebeuren. Wat denk jij eigenlijk? Je zegt het net zelf al. Ze hebben 2 wedstrijden op rij nu verloren, onder meer Dordrecht en NAC. Dat kan natuurlijk in je voordeel werken. Het kan ook zijn dat ze met een mes tussen de tanden nu aan de aftrap verschijnen. Ja, dat is ook wel wat je zegt. Maar we gaan het zien. We gaan er volop. Dus hopen dat we die 3 punten mee kunnen nemen. En mocht Nieuwpoort opnieuw het net vinden, dan zal zijn vreugdedansje in ieder geval niet hetzelfde zijn. Nee, dan doe ik iets anders. En wat blijft nog even een verrassing? Ja, ik denk, ik heb geen idee, het blijft nog een verrassing. Een kleine 1,5 jaar geleden betekende de uitwedstrijd tegen VVV Venlo het debuut van Jack de Gier als hoofdtrainer van Almere City FC. We vroegen hem wat er sindsdien is veranderd en in hoeverre de ploeg stappen voorwaarts heeft gemaakt. Nou ja, toen was het de eerste wedstrijd voor mij als hoofdcoach inderdaad. En op dat moment stond Almere City voorlaatste en na die wedstrijd laatste volgens mij. En zijn we aan de slag gegaan met de selectie. En we hebben gekeken van nou, hoe kunnen we gaan presteren met de selectie die er vorig seizoen stond. Daar hebben we een weekje of 6 tot 8 voor nodig gehad. Met als resultaat dat we de 4e periode er stonden en dat we die ook terecht gewonnen hebben. Vanuit alle dingen, mooie dingen die er gebeurd zijn, hebben we gekeken hoe we onze selectie weer konden versterken richting dit seizoen. Om ook aan bepaalde doelstellingen te voldoen. En ondertussen is gebleken dat we gewoon goede versterkingen bijgehaald hebben. En ja, dat we weer een stap hebben gemaakt met Almere City. En we staan op dit moment 8e. We doen mee voor de 4e periode. Maar nou ja, we kunnen ook nog bij de eerste 7 eindigen in de eindrangschikking. Dat is alleen maar mooi. En die stappen zijn gezet. En wij moeten nu ook goed kijken als club zijnde van hoe willen we onze selectie weer versterken richting het volgende seizoen om de volgende stap te maken. Jong Almere City FC won afgelopen zaterdag mede door dit doelpunt van Daan Ibrahim met liefst 4-0 van medekoploper FC Lisse. En 3 punten die de ploeg volgens verdediger Faris Hamouti goed kon gebruiken. Ja, zeker. Dit voelt heerlijk. Spelen wel goede wedstrijden. Alleen dan krijg je hem de laatste minuut tegen en dan is dit wel lekker om door te trekken weer. Het lijkt soms wel alsof jullie tegen de topploegen in de derde divisie nog beter tot je beste spel komen dan tegen de lager geclasseerde teams. Eerlijk gezegd is mij dat ook gevallen. We hebben gewoon, ik denk dat we wel moeite hebben met de ploegen die wat minder zijn met de lange ballen. En dat het heel gammel voetbal is, maar met heel veel voetballende ploegen spelen gewoon goed voetbal. En dan kunnen we ons spel gewoon erin trekken.
Je bent zelf in de winterstop overgekomen vanuit de A1 van Feyenoord, als ik het goed zeg. Hoe bevalt het je tot nu toe hier bij Almere? Ja, het is zeker fijn hier dat ik kan spelen en dat ik mijn wedstrijden kan pakken. En ja, het bevalt me zeker goed hier en ik word het zeker zo houden ook nog. Hammouti heeft een zware week achter de rug. Met Marokko onder 20 speelde hij 2 interlands in en tegen Gambia. Ja, het was een pittige week. Het was zwaar, natuurlijk met het weer, het eten, daar is wat anders, het slapen is anders. En, ja, het is een leermoment voor mij en het was leuk. Dus, Donderdag teruggekomen uit Gambia en op vrijdag meteen hier weer op het trainingsveld? Ja, zeker. Het hoort erbij, dat is voetballen. En ik denk dat het gewoon het goed heeft gepakt. En ik heb gewoon getraind en zaterdag vandaag gewoon gespeeld. Dus het is goed gegaan. En je spel vandaag was niet te zien dat je zo'n pittige week achter de rug hebt. Ja, het liefst laat ik dat niet zien aan de tegenstander. Dankjewel, man. Gefeliciteerd.